hallo allemaal. Ik ga zo meteen een legging doen, maar voordat ik dat ga doen, kom ik even op deze manier in beeld. Omdat ik eigenlijk rechtstreeks iets met jullie wil bespreken. Ik zie namelijk heel veel voorbij komen dat mensen schrijven of elkaar zeggen dat ze zo ontzettend uitgeput zijn. Mensen zijn enorm uitgeput. En inderdaad, ik heb even het universum laat mij af en toe voelen hoe het collectief zich voelt. En ik heb 2 dagen geleden een dag gehad dat ik bijna het ene been niet voor het andere kon zetten. En dat was niet van mij. Ik heb dat dus, ze hebben me laten voelen. En toen werd mij duidelijk van, oh mijn hemel, als mensen zich zo voelen, ja, dan is het ook onmogelijk om in je kracht te staan. Dan is het ook bijna onmogelijk om moedige keuzes te maken. Want ik was, kijk dan, het hete weer komt, het is er dan ook nog eens extra bij, hè? En als je dus al uitgeput bent, ja, en dan komt ook die hitte er nog overheen, ja, dan ben je niet meer vooruit te branden. Dus blijkbaar moet ik daar dan wat mee met het thema uitputting. Maar lieve mensen, uitputting is niet iets wat buiten jou aanwezig is. Want laat ik het zo zeggen. Ik hoor ook steeds dat mensen zeggen van, ja, ach, dat hoort er allemaal bij. Dat zijn ascensieverschijnselen. Maar dat is ook een misleidende manier van denken. Uitputting. Het is niet zo dat het iets buiten jezelf is. Van ach, oh ja, iedereen zit nu in een ascensieproces. Iedereen zit met ascensieverschijnselen. En dan kun je helemaal uitgeput zijn. Ik ben helemaal niet uit. Ik ben niet uitgeput. Totaal niet. Behalve dan die ene dag dat ze het me hebben laten voelen. Van zo voelen mensen zich in het collectief. Denk je, wow. Dat is echt heel ernstig. En ik weet dat nog van mezelf, toen ik in een burn-out zat. Tuurlijk zitten mensen in een ascensieproces. Maar de ascensie is dus je eigen innerlijke reis. En ascenderen wil zeggen dat je steeds meer bewustzijn gaat krijgen, karma inlossen, schaduwwerk doen, helen. En dan, net als Jezus, hè, in je laatste incarnatie, en je hoeft niet meer terug te incarneren. Dan heb je ascensie gehaald. Maar dan heb je dus voldoende karma ingelost. Dan heb je ben je geheeld, heb je yang en yin in jezelf in balans. Dan ga je ook je missie vervullen in je laatste incarnatie. Dan ben je dienstbaar aan de mensheid, de goddelijke wil. Dan werk je ook voor de goddelijke bron. Dat is je ascensie. En inderdaad, de ascensiereis is dat je binnen die reis hoger bewustzijn vergaart en daar je best voor doet. Hè, daar ook goddelijke leringen, wijsheid vergaart, goddelijke leringen leest. Maar dat je ook weet van, oh, ik moet helen van oude pijn uit het verleden. Want het zeg maar, de wijsheid vergaren, dat is inzichten ook vergaren. Hè? Nou, dan krijg je zo'n fase dat je de hele bibliotheek plundert of dat je alleen maar aan het lezen bent. Vervolgens komt heling eraan, schaduwwerk. Dat is gewoon je hele reis. De reis naar heelheid.
Hey. Nee, nee. Wat voor thee? Je reis naar heelheid. Oké. Okay. Maar even terug voordat ik helemaal... afwijk. Uitputting. Wanneer raak jij uitgeput? Als jij niet in lijn leeft met jouw innerlijke stem. En niet in lijn leeft met wat jij nodig hebt. En dus dat je niet koesterend voor jezelf bent. Dat je het erende pad niet loopt voor jezelf. Dat je wellicht naar de agenda van anderen leeft. Of dat je heel veel wil presteren in die buitenwereld. Om maar een goed gevoel te krijgen over jezelf. Dat heb ik bijvoorbeeld gehad toen ik burn-outs kreeg. Ja, ik wil maar presteren op mijn werk. En want daar haalde ik nog wat schouderklopjes. Of in ieder geval had ik het idee van, oh ja, ik doe iets waarbij ik waardering krijg. Maar dus het maakt feit als je dat nodig hebt buiten jezelf om waardering te krijgen vanuit die buitenwereld. En dan ga je heel erg inspannen. Ja, dan is er dus innerlijk iets waardoor jij jezelf uitput. Nou, mensen putten zichzelf ook uit door verslavingen. En door te vluchten voor emoties. Als jij je emoties alleen maar onderdrukt en dat vervolgens ook met verslavingen onderdrukt, ja, dan put je jezelf ook uit. Je hebt allerlei manieren om jezelf uit te putten. Maar het is dus niet, het is zo jammer als je heel veel mensen gaan en denken, oh, die lezen dat dan in spirituele groepen of wat er langskomt. Van, iedereen, het hoort erbij. Ascensieproces, het hoort erbij dat je je uitgeput voelt. Oké. En mensen gaan dan op de oude voet door. Nee, en dat is juist, uitputting zit nooit buiten jezelf. Dat doe je al, jij put jezelf uit. Of jij laat je door anderen uitputten. Kan ook. Hè? Als jij aan allerlei verwachtingen wil voldoen van anderen. Of van je werkgever. Of van je relatie. En jij leeft, je loopt helemaal van je ware zelf af. Van jouw eigen passies. En dat jij je eigen hart niet volgt. En dat je met alles en iedereen bezig bent. Behalve met wat er zich innerlijk in jou afspeelt. Nou, dan kun je donder op zeggen dat je uitgeput raakt. En dat is het. Mensen zijn niet in stilte bij zichzelf. Mensen vluchten voor emoties. Mensen vluchten voor de pijn. Het wordt vaak ook vervangen door... bezig zijn met je ascensieproces wordt ook vaak vervangen door je heel erg hard in te spannen om maar te willen ontwaken of wat dan ook. Met allerlei hulpmiddelen. Ayahuasca zelfs. Nou, dat is ook al zoiets... Dat ik absoluut nooit zou aanraden bij de mensen die zeg maar bij mij in traject komen. Hoewel ieder daar natuurlijk een vrije keuze in heeft. Maar ik zou het zelf nooit aanraden. Want je wil dan iets met geweld nemen. Je wil ook de ascensie en je verlichting. Je verlicht voelen. Je verlichting is niks anders dan dat je jezelf vrij maakt van allerlei troep. Dan ga je je licht voelen. Maar men denkt ook met verlichting van, oh, dan gaan er allerlei toeters en bellen en fantastische dingen gebeuren. Het koninkrijk van God zit in jezelf, maar dat heeft alles met een bewustzijnsstaat te maken. Maar vooral ook vrede in jezelf, rust, geen strijd, geen innerlijke strijd, geen worstelingen meer. En onthecht zijn van de lagere wil. Wat de lagere wil zo nodig wil. En dat de lagere wil alleen maar bevestiging van anderen. En leuk gevonden worden, knap gevonden worden. Bevestiging van, doe ik het toe? En doe ik het wel goed? Ben ik wel goed genoeg? Dat is het meest de grootste uitputtingsslag... En vooral ook wat vooral in mijn video's de laatste tijd veel naar voren is gekomen. Het leven naar de agenda van anderen. Verwachtingen van anderen.
Maar er zit natuurlijk dan een innerlijke verlangen of zo. Om de ander niet te willen verliezen. Waardoor je daar maar weer mee doorgaat. Ik ga er ook nog een legging op doen. Van met de Osho. Over dit onderwerp. Uitputting. Mensen, het heeft alles dus te maken met dat jij moet helen. En dat je echt gaat beseffen, het is niet iets buiten jou. Jij zult anders moeten gaan leven als je uitgeput bent. Want uitputting wil ook zeggen dat je alles in je hoofd doet. Dat hoofd zit vol. Dat zit helemaal vol. Waardoor je 's nachts waarschijnlijk niet zo goed kan slapen. Malen. Uit balans, nou, dat is de voedingsbodem voor uitputting. Oké, dat was het. Ik ga er dus nog een legging achteraan doen. Daarmee vraag ik dan specifiek wat de geassorteerde meesters daarover zeggen. Ik vertrouw erop dat het exact hetzelfde eruit komt. Want ja, wat ik jullie nu vertel, heb ik van de bron. En wat ik de afgelopen tijd in mijn eigen ascensieproces al heb geleerd en waar ik aan heb gewerkt. En dat ik dus ook uit ervaring heb dat uitputting dan verdwijnt. Lage rugpijnen verdwijnen, alle lichamelijke klachten verdwijnen. En dan voel je je gewoon helemaal goed, met genoeg energie. Oké, tot bij de... Ik hoop dat jullie blijven kijken. En dan kunnen jullie dus echt ervaren wat de bron daar ook aan, wellicht aan toe te voegen heeft of daarin bevestigt. Zo. Oké. Ik heb me al afgestemd op de geascendeerde meesters. En gevraagd om ons inzicht te geven in uitputting. Waardoor komt uitputting? En voor deze reading ga ik ook, als ik dat zo intuïtief voel, het boekje erbij pakken. Dat doe ik. Kijk, wat ligt nu onder op het dek? En dit is geen toeval, lieve mensen. Uitputting. Uitputting. Jullie hebben me zien schudden en ik draai hem om en verdomd, uitputting ligt daar. Ik ga gelijk naar het boekje, want hoe putten we ons uit? Wauw, uitputting. Dit is het portret van iemand die zijn levensenergie totaal heeft verbruikt door zijn inspanningen om de enorme, belachelijke machinerie van gewichtigheid en productiviteit te blijven voeden. Zie je dat er niets wordt gezegd van dat het buiten deze persoon zelf gebeurt, die uitputting? Nee. Dit is het portret van iemand die zelf zijn levensenergie totaal heeft verbruikt. Door zijn inspanningen om de enorme, belachelijke machinerie van gewichtigheid en productiviteit te blijven voeden. Hij is zo bezig geweest alles in de hand te houden en alles soepel te laten verlopen, dat hij vergeten is echt uit te rusten. Hij kan zich beslist niet permitteren zich speels te gedragen. Als hij zijn plichten zou verzaken om bijvoorbeeld naar het strand te gaan, zou dat kunnen betekenen dat de hele structuur instort. De boodschap van deze kaart gaat echter niet alleen over werkverslaving. Er zijn nog zoveel andere veilige, maar onnatuurlijke routines die we aankweken om het chaotische en spontane buiten de deur te houden. Het leven is geen zaak die geleid moet worden, maar een mysterie dat geleefd wil worden. Het is tijd om die prikklok af te zetten, uit de fabriek te ontsnappen en een reisje naar onbekend gebied te ondernemen. Je werk kan soepeler verlopen vanuit een ontspannen gemoedstoestand.
ontspannen gemoedstoestand. Dat is de koninkrijk van God in jezelf. Een ontspannen gemoedstoestand. En dat is dan niet dat jij net zoals Jezus over water kan lopen. En dat jij mensen kunt genezen zomaar, simsalabim. Want dat... daarmee wil ik niet zeggen dat iemand die helemaal vanuit het goddelijk zelf leeft, geen helende kwaliteiten heeft of geen... tuurlijk, dan ben je een doorgeefluik. En maar verlicht zijn wil niet zeggen dat je dan van die bijzondere wonderen verricht. Wel dat je scheppingskracht krijgt. En ook magische scheppingskracht, dat wel. Dit is ook weer zo'n magie. Ik stem af op de geascendeerde meesters. De meesters werken door mij heen. Ik schud. Thema is uitputting. En plats onder op het dek komt de uitputting. Ja, dat is wel dat. Dat kan uiteindelijk iedereen. Als je die ontspannen gemoedstoestand krijgt. En je bent geheeld. Yang en yin in balans. Je werkt samen met de goddelijke bron. Ja, dan kun je magische... Hoe klein ook, of ja, ik vind het niet klein, ik blijf het wonderlijk vinden, maar toch, dat wel. Oké, maar uitputting is dus dat de mens put zichzelf uit. En het ascensieproces is dan juist om naar jezelf te kijken wat je in jezelf moet veranderen om jezelf niet langer uit te putten. Oké, heilraad. Ja. Weet je nog wat ik zei bij dat introductiefilmpje? Je hoofd zit te vol. Maar waarom zit je hoofd vol? Omdat we eigenlijk niet naar die goddelijke leiding luisteren. We hebben een intuïtie die het behoorlijk stuk makkelijker maakt om je ascensiereis door te komen. Maar we hebben dit... Dus kijk, dit is ook al zo'n uitdrukking van uitputting. Komt er niet voor niks ook uitgerold. 5, 2, 4, 6 schoorstenen op je hoofd. Er komt stoom uit. Maar als je... Dit wil zeggen dat je de goddelijke leiding helemaal niet hoort. Je intuïtieve leiding. Want dat kan ook niet, want je hoofd zit vol. Dus de intuïtie kan er niet doorheen komen. Dus... Om de goddelijke leiding te kunnen horen en die ook te kunnen volgen, ja, zal je hoofd leeg moeten worden. Zie? Het komt er ook allemaal niet voor niks uit. Al met schudden. Oké, deze moet ik dan blijkbaar toch ook aandacht aan besteden. Die lag er ook. Dit is ook de... Kijk, als je heel bent en niet uitgeput... Hè, want uitputting komt door je ego en door je gewichtige... Je wil ergens aan blijven voldoen en aan die machinerie. En alles wat jou ooit is ingeprent. Dit is, zeg maar, goddelijk geven. Delen. Maar in zijn heelheid. In zijn schaduw is dat je maar wil blijven geven. Geven, geven, geven... Terwijl je eigen kelk niet vol is. En dat gebeurt vaak in relaties. Dat je maar alles van jezelf weggeeft. Maar daar zit natuurlijk ook een lagere een motief van het ego erbij. Hè? Van je lagere wil. Want door heel veel een ander te geven hoop je iets terug te krijgen. Erkenning, liefde, aandacht, zorg, begrip... Wat dan ook. Wat dan ook wat je in jezelf eigenlijk mist. Waardoor je jezelf uitput. Hè? Want anders, als je iets niet mist in jezelf, dan zou je jezelf ook nooit uitputten. Dit is ook een gegeven van en maar geven terwijl je eigenlijk jezelf niks geeft. Ja? Oké. Ja. En wat gebeurt er dan? Oh, ik
volgens mij hoef ik helemaal geen legging te doen. Ik moet alleen schudden en af en toe. Oké, is ook goed. Is ook goed. Als we de boodschappen maar krijgen. Kijk, dat is ook zoiets, hè? Van, oké, dan denk ik, nou, dan ga ik dus een kuiltjes kruis leggen. Want dat doe ik eigenlijk altijd. Maar blijkbaar willen zij nu even, nee, dit is goed zo. Laat het maar in die flow komen. Oké, dan pas ik me daarop aan. Want allemaal, als ik mijn lagere wil doen, nee, maar ik moet die legging, ja, dan gaat het waarschijnlijk ook mis ook. Want dan heb ik niet naar mijn innerlijke leiding geluisterd. Van nee, we gaan het nu even zo doen. Oké, schizofrenie. Kaart, schizofrenie. Het is gespleten zijn, tussen wal en schip hangen. Geen keuzes durven maken, besluiteloos zijn. Steeds maar afvragen van, moet ik nou eerst mijn handen loslaten of eerst mijn voeten loslaten? Nou, omdat je het niet weet, blijf je maar hangen. Afgescheiden zijn. Ik ga deze er ook bij halen, want dit is ook een heel belangrijke, waardoor wij onszelf uitputten. Door schizofreen te zijn. En daarmee bedoelen ze niet dat iedereen nu rijp is om opgenomen te worden in de psychiatrie of aan de pillen te gaan. Juist niet. Het zit allemaal in de gespletenheid in onszelf. Waardoor we onszelf uitputten. Dus die ga ik ook even voorlezen. Kijk. De persoon op deze kaart geeft een nieuwe draai aan de oude uitdrukking tussen de wal en het schip zitten. Maar we zitten in een soortgelijke situatie als we vastkomen te zitten in de besluiteloze en dualistische kant van het denken. Moet ik eerst mijn handen loslaten en ondersteboven omlaag vallen? Of mijn benen loslaten en rechtop omlaag vallen? Moet ik hierheen of daarheen? Moet ik ja of nee zeggen? En welke beslissing we ook nemen, we blijven ons altijd afvragen of we anders hadden moeten besluiten. De enige uitweg uit dit dilemma is helaas allebei tegelijk los te laten. Uit dit probleem kom je niet door het op te lossen, een lijst van de voor- en nadelen op te stellen of met je verstand naar een oplossing te zoeken. Je kunt het beste je hart volgen, als je dat kunt vinden. Als je het niet kunt vinden, spring dan maar gewoon. Dan zal je hart zo snel beginnen te kloppen dat je het niet kunt mislopen. De mens is gespleten. Schizofrenie is eigenlijk een normale toestand voor de mens. Tenminste, net tegenwoordig. Misschien was dat in de primitieve wereld nog niet zo, maar eeuwen van conditioneringen. Cultuur en religie, beschaving, hebben van de mens een menigte gemaakt. Verdeeld, gespleten en met elkaar in tegenspraak. Maar omdat deze gespletenheid tegen zijn aard is, is ergens van binnen, diep verborgen, de eenheid nog in leven. Omdat de ziel van de mens één is, kunnen alle conditioneringen de mens hooguit aan de oppervlakte kapot maken. Maar het centrum blijft onaangeroerd. Maar zijn leven is inmiddels wel een hel geworden. Dit is eigenlijk min of meer een hel. Uitputting, het ene been niet voor het andere kunnen zetten. Nou ja, wat ik zeg, ik heb dat die ene dag mogen ervaren. Denk, oh ja. En toen wist ik ook weer hoe dat was toen bij mij. Toen ik die twee burn-outs had. En vanwege perfectionisme overal maar aan wilde voldoen. En vooral aan de conditioneringen wilde voldoen. Dat is ook weer zo'n magisch iets, hè? Ik heb het ergens over. Plop, hij ligt alweer onder op het dek. En met die schizofrenie ook. De conditioneringen van de mens. Omdat de ziel van de mens één is, kunnen alle conditioneringen de mens hooguit aan de oppervlakte kapot maken. We zijn opgevoed door het massabewustzijn, door schapen in het massabewustzijn. Dat is symboliek. Maar de 10% mensen die hier zijn geïncarneerd, die hebben een ander potentieel in deze incarnatie. En die mensen zitten in dat ascensieproces. Die hebben dus dat potentieel om heel te worden. En boven dat massabewustzijn uit te stijgen. En dus voorbij alle conditioneringen wat je ooit hebt geleerd, ooit hebt je eigen hebt gemaakt. Want conditioneringen zijn van het ego en niet van de goddelijke bron.
Hè? Dus je kunt er alleen maar aan voorbij als je elke vaststaande mening, elk vaststaand denken te weten, los gaat laten. Oké, nog meer? Ja, wacht even. Nee. Ik voel het aan mijn hand dat dat niet goed ging. Oké, misschien nog één. Nee. Hij moet eruit vliegen. Ja. Veel van de 10% mensen die leeuw zijn, hè, en die het potentieel hebben om boven het massabewustzijn uit te stijgen, die hebben te maken met mensen met het gevallen bewustzijn. Zelfs met narcistische kenmerken. Ik zeg kenmerken, want als je zelf ook nog met heel veel oud zeer rondloopt, heb je zelf ook narcistische kenmerken. Want het zijn egoïstische kenmerken. En als je nog veel pijn uit je verleden bij je draagt, dan heb je nog een ego die heel veel afweerstrategieën heeft. Hè? Om maar geen pijn te voelen, om maar niet afgewezen te worden, om maar niet te falen, et cetera. En dat is ook die afweermechanisme, dat put ons ook uit, omdat we ver van ons ware zelf af zijn gelopen. Maar we zijn vaak ver van ons ware zelf afgelopen door de vrek, door de mensen met het lagere bewustzijn en met het gewonde, die echt heel erg gewond zijn en in dit leven ook niet achter die vesting vandaan komen. Mensen die zich richten op puur egoïsme, ik en de rest kan eigenlijk stikken, die gefixeerd zijn op materie, zich achter een dikke vesting verbergen, omdat ze zijn gierig met geld, maar ook gierig met liefde, gierig met een ander aandacht te geven, gierig met een ander support te geven. Ze willen alles zelf graaien, grijpen. Ze willen ook dat uiterlijk vertoon daarmee is ook belangrijk. Hè, want, maar ondertussen is het een hele verbitterde energie. En zelfs een beetje een heksenenergie. Ik heb ooit bij de Jungiaanse psychologie de archetype heks gehad. En er kwam echt het type narcist naar voren. En die eigenlijk tot alles in staat is om... om maar de eigen hachje te redden. Als ze een giftige appel kan geven aan de ander, om zichzelf vrij te platen, dan zal deze het niet nalaten om te doen. Zelf heel erg ongelukkig en kan ook niet verdragen dat een ander gelukkig is. Of een ander succesvol is. Het zal deze persoon naar beneden halen. Niet kunnen verdragen dat de ander wel liefde krijgt. Of vol met afgunst, vol met jaloezie, verbittering. Zelf niet gelukkig zijn, dan zal ze er ook alles aan doen om een ander ongelukkig te maken. Het is geen leuke energie, maar het is wel de waarheid. En daar hebben juist 10% mensen die het potentieel hebben om... er bovenuit te stijgen, heel te worden in deze ascensiereis, terug te keren naar onvoorwaardelijke goddelijke liefde. Die hebben hier vaak mee te maken gehad. En hebben dan dus ook als kind vaak te maken gehad met het signaal, ik ben niet goed genoeg. Want dat geven zij altijd af. Je wordt afgewezen, je wordt... De opvoeding met een narcistische invloed... Is dat je de boodschap meekrijgt, ik ben niet goed genoeg. En die mensen krijgen ook vaak te maken met codependency in relaties. En dat je dus vaak te maken krijgt met inderdaad mensen waar jij voor gaat je inzetten. En ik heb alles gedaan om mijn moeder te plezieren, om haar liefde te behouden. Maar mijn moeder was zo'n vrek.
Ja, die zwaar beschadigde persoon. En die in dit leven ook dat niet zal redden om dat te helen. En met hele gemene trekjes. Nou, daar gaan al mijn readingen over. Over de sensitieve mensen die relaties aantrekken. Maar die wel hier het potentieel hebben om heel te worden. Deze. Kijk, ik zal het je laten zien. Dat is er niet zomaar ook weer. Maar deze heeft yang en yin in balans. En dan zul je zelf ook nooit meer uitputten. Kijk eens hoe die met een heerlijk ontspannen gemoedstoestand hier zit. Dat is degene die overvloed kan scheppen. Die put zichzelf niet uit. Maar die is heel overvloed. Kijk. Dit magische type is het toonbeeld van een compleet mens. Compleet. Een Zorba de Boeddha die wijn kan drinken, op het strand kan dansen en kan zingen in de regen. En tegelijkertijd beschikt over het diepe inzicht en wijsheid van een wijze. In zijn ene hand heeft hij een lotus, ten teken dat hij de gratie van het vrouwelijke respecteert. De vrouwelijke energie in zichzelf. Yin, zacht, intuïtie, koesterend, afwachten zonder te sturen, zijn, niet doen, vrouwelijke energie. Dat respecteert hij en heeft hij in zich. Zijn blote borst, een open hart, symboliek voor een open hart, en ontspannen buik. Laten zien dat hij zich ook op zijn gemak voelt met zijn mannelijke kant. Hij heeft genoeg aan zichzelf. De vier elementen aarde, vuur, water en lucht komen allemaal samen in de Heer van Regenbogen, die bovenop het boek van de wijsheid des levens zit. Als je een vrouw bent, brengt de Heer van Regenbogen de steun van je eigen mannelijke energie in je leven. Een verbintenis met je innerlijke levenspartner. Voor een man betekent deze kaart een periode waarin de conventionele mannelijke stereotypen worden doorbroken en de hele mens de kans krijgt te schitteren. Dit is het precies. Ik weet nog even niet of ik hiermee moet eindigen. Maar in ieder geval wel met deze kaarten. Dat voel ik wel. Ik pak zo nog wat andere bij. Met deze set moet ik met deze eindigen. Deze raakt nooit uitgeput. Want hij heeft het mannelijke, de mannelijke energie en de vrouwelijke energie in zichzelf geïntegreerd. Wanneer moet je inspannen? Wanneer moet je daadkrachtig zijn? Wanneer moet je doen? Wanneer moet je in actie komen? Maar wanneer moet je ook zijn? Rust nemen. Koesteren. Zacht zijn voor jezelf. Afwachten zonder te sturen. Zonder te handelen. Ja, om antwoorden binnen te laten komen. Dan pas kun je overvloed scheppen. Dan pas kun je missie vervullen zonder je uit te putten. En sowieso, deze zal nooit uitgeput meer raken. Want hij is heel. Het is een compleet mens. En de ascensiereis is dus de reis terug naar een compleet mens te zijn. En onder op het dek ook nog de codependency kaart. Nou, daar heb ik ook nog even... Vloog me dat eruit, hè? Want heel veel de mensen die met de vrek te maken hebben gehad, die komen ook vaak in relaties terecht met codependency. En dat is dat je vaak afhankelijk bent van wat de ander van je vindt, wat de ander van je denkt. En dat je ook vaak ook je geluk buiten jezelf zoekt. Dat je ook de antwoorden buiten jezelf zoekt. Terwijl de heelheid van binnen zit. En dan pas dat je dromen waar kunt maken. Heel veel verdriet. Heel veel verdriet zit er ook nog bij heel veel mensen. Oké. Ik ga ook nog wat surrender kaarten trekken. En nog een innerlijk kindkaart. Surrender to
your attachment to results. Dit is in je reis, tijdens je reis, terug naar onvoorwaardelijke goddelijke liefde. En dus ook in binnen relaties, maar ook hè, met de relatie in jezelf, is dat je met die ascensiereis niet gehecht moet zijn aan resultaat. Het is een lange reis. En doordat je gehecht bent aan een resultaat en het resultaat komt niet binnen de termijn wat het ego voor ogen heeft, put je jezelf ook uit. Want je gaat nog harder je best doen. Je gaat nog meer, en wat ik al zei, je gaat allerlei zaken buiten jezelf aan om het te versnellen. Maar dat is juist niet wat de bedoeling is. Want ook heling, ook je ascensie, je reis, moet op goddelijke timing gebeuren. En als jij allerlei versnellingsprocessen probeert in te zetten, en waaronder ook ayahuasca, ik noem het nog een keer, dan wil je de wereld met geweld nemen en dan wil je het resultaat snel. En om dat te ontdekken moet je echt naar binnen keren. Ja, want nu ik dit zeg en nu ik dit van voren breng, heeft je ego wellicht gelijk de neiging om te protesteren. Maar ga niet met deze boodschappen in discussie, want dan ga je met de goddelijke bron in discussie. Ga in stilte. En laat alle vaststaande meningen los. Hou niet aan dingen tight vast, strak vast. Holding on too tightly to a desired outcome can sabotage it. Of je het nou een verlangen hebt om verlicht te zijn, een verlangen hebt om je ascensie te halen, of je nou verlangen hebt om de ware liefde te vinden. Wat voor verlangen, of om succes te hebben, sowieso overvloed te scheppen. Laat los de gehechtheid aan resultaat. Want daardoor ga je hele nare beslissingen nemen waarmee jij jezelf uitput, omdat je het wil versnellen. Surrender your desire to control people. Dat is ook weer zoiets van het ego. Over controlling, maar ook naar jezelf. Dat je jezelf over controlling naar jezelf bent. Om die resultaten maar te behalen. Of het resultaat van de ander te krijgen. Om jouw doelen meer effectief te kunnen behalen, back off. Doe een stap terug. Dat is de vrouwelijke energie. Hè? Laat processen ook zich ontvouwen, ontwikkelen. Maar de yang energie wil resultaat. Het is resultaatgericht. Yang, dit is ook yang. En om controle uitoefenen over hoe je reis verloopt. Maar back off. Terugstappen. Give the situation some breathing room. Dat is vrouwelijke energie. Dit is allemaal yang wat hier ligt. Mannelijk. Komt allemaal vanuit het ook het analytische, het denken, overtuigingen. Komt niet van het goddelijke yin. Surrender your belief in scarcity. Dit is ook iets wat in het hoofd zit van mensen. We hebben schaarste. Terwijl er overvloed is. Maar je kunt jouw overvloed ook pas scheppen als jij yang en yin in balans hebt. Weet je nog die ene? Ja, deze. Yang en yin in balans. Overvloed. Dan kun je het scheppen. Maar als jij nog niet heel bent, en als jij nog doorgeslagen bent, of in de yang-energie waarbij je jezelf enorm uitput, of je bent helemaal doorgeslagen in de yin-energie waarbij je een beetje zweeft in het leven, en waarbij je niet stevig op je geworteld staat, ja, dan kun je geen overvloed scheppen. Dan kun jij, dan schep je dus die schaarste. Ho.
Laat ook het vergelijken met anderen los. Keep your eyes trained on yourself. Je put jezelf ook uit door aan iets te voldoen wat de ander heeft. Of wat jij denkt dat de ander heeft. Stop er om je te vergelijken met andere mensen. Die is veel verlichter dan ik. Oh, die is veel slimmer dan ik. Oh, die is veel mooier dan ik. Oh, die is veel dit. Put je ook uit, want dan wil je daar ook aan. Dan ga je een concurrentiestrijd vaak aan. Laat het gaan. Ieder mens moet getraind zijn en gefocust zijn op zichzelf. Keep your eyes trained on yourself. Focus on your own strengths, attractiveness and power. Want dan komen jouw goddelijke talenten naar voren. En dat heeft dan niks te maken met wat die ander hier te doen heeft. Jij hebt je eigen dingen hier te doen. Ja, 4. Laat angst los. Maar je kunt niet zomaar angst loslaten, want het is angst van het innerlijke kind. Dus als je nog veel angsten hebt, zoals faalangst, afwijzingsangst, verlatingsangst, bindingsangst, afwijzingsangst, dat soort angsten, dat zijn allemaal fearful stories. Stories. Je hebt ervaren en die jij jezelf nu nog aan het vertellen bent. En het is heel belangrijk, stay in the moment. Stay in the moment. Ook die angstige verhalen die je jezelf vertelt. Beren op de weg over de toekomst. Daar raak je ook uitgeput van. Let go of the fearful stories you are telling yourself. Stay in the moment. Focus on solution and celebrate every baby step forward van jou. Vier elke baby stap voorwaarts die jij maakt. Vergelijk je niet met hoeveel stappen een ander lijkt te maken of te hebben gemaakt. Want ook daarmee put je jezelf uit. Je wilt ergens aan voldoen en dan ben je gehecht aan het resultaat. Nou, en dan zet je je young energie helemaal verkeerd in. Op een manier in wat jou uitput. Nog meer thema uitputting. Ja, surrender to joy. Oké, daar laat ik het dan ook bij. De sleutel voor positieve verandering in je leven is to let joy in. Indulge in random acts of smiling. During both the hard and easy times, keep surrendering to more joy. Gedurende zowel de wat hardere tijden als de wat makkelijkere tijden, blijf jezelf overgeven aan ook vreugde. Maar als je dat echt niet kunt, als jij beseft, die hele speelsheid in mijn leven is weg, en ik kan dat echt niet ervaren, dan weet dan dat dat een teken is dat. Kijk, want joy is speelsheid van het kind. Maar als een kind, het innerlijke kind, nog veel te veel boosheid van onrecht van vroeger, pijn of trauma bij zich draagt, dan kun je niet genieten. En dan ben je ook voornamelijk angstig over de toekomst. Kun je niet in het hier en nu zijn? Ben je gehecht aan resultaat? Ga je jezelf uitputten? Mensen controleren? Et cetera. Oh, nog een eentje. Oh, op de grond. Ja, tuurlijk moet dit de laatste zijn. Hoe krijg je nou die uitputting? Hoe pak je dat nou aan? Ja, geef je over aan de stilte. Zijn. Meditation, contemplation. Let go and enter the stillness within. Je moet naar binnen. Silence can heal and replenish you. In de stilte zul je ook je angsten naar boven komen. In de stilte zal ook je verdriet zich aan je tonen. In de stilte zal ook de boosheid zich aan je tonen. Surrender to silence. Tuurlijk moeten we daarmee eindigen. Dat was het, lieve kijker.
En ik hoop echt dat als jij uitgeput bent, dat je gaat beseffen dat dat er niet maar zo bij hoort. Ja, tuurlijk hoort het wel bij je de reis, maar het heeft jou te zeggen dat jij jezelf uitput door jouw keuzes. En doordat jij niet bij jezelf aanwezig bent. En dan ben je dus op de vlucht voor wat er in jou geheeld wil worden. Wat er in jou gezien wil worden. En dan is er altijd innerlijk kindwerk te doen. En daar kan ik je bij helpen. Onderaan deze video staat de link naar mijn website. Als je geen 1-op-1 coaching wenst, maar liever in stilte leert, daar heb ik ook een mooie optie voor. Kijk daarvoor op mijn website. Dank voor het kijken. Heel veel liefs. En mijn wens is dat jij jezelf, dat je weer helemaal gevuld raakt met levensenergie, kracht en vitaliteit. Heel veel liefs. Bye bye.